onderhandelaars van PvdA en CDA eens over regeerakkoord. President Gorbatsjov aangekomen in Finland. Vlaamse schrijver Walschap overleden. Jaarboek van Amnesty International verschenen. Hoogbegaafde wetenschappers krijgen extra financiële steun. Het Veronique Avondnieuws met Jeroen Pauw en Loretta Schrijver. Goedenavond. De onderhandelaars van CDA en Partij van de Arbeid hebben overeenstemming bereikt over het regeerakkoord. Uitbreiding militaire samenwerking tussen Verenigde Staten en Israël. Amerikaanse twijfels over economische steun aan de Sovjet-Unie. Volgens Mediaraad moet publieke omroep minder commercieel. Het RTL 4 avondnieuws met Jaap van Meekeren en Loretta Schrijver. Goedenavond. De Verenigde Staten en Israël breiden hun militaire samenwerking verder uit. Joegoslavisch leger trekt zich terug. Druk internationaal overleg. Nieuwe belastingplannen kritisch ontvangen. Het RTL 4 avondnieuws. Dames en heren, goedenavond. De rust in Joegoslavië lijkt terug te keren. Conflict in streekvervoer ten einde. Ischa Meijer overleden aan hartaanval. Plan voor pil uit ziekenfonds. Het RTL 4 avondnieuws met Jeroen Pauw en Loretta Schrijver. Goedenavond. Goedenavond. Game over. Het RTL nieuws met Edward Niesing. Goedenavond, dit is het RTL Nieuws van zaterdag 22 november en dit zijn onze belangrijkste onderwerpen vandaag. Minister Pronk zeer bezorgd over situatie in Suriname. Noord- en Zuid-Korea beginnen na tientallen jaren koude oorlog vredesbesprekingen. De zanger van de Australische popgroep In Excess pleegt zelfmoord. Minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking maakt zich zorgen over Suriname. Het RTL Nieuws. Goedenavond, ik ben Margriet Vromans en dit is het iets te late RTL Nieuws van woensdag 23 december. Mannetjesmaker van New Labour treedt af na onthulling. 1000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Forse boetes voor bezitters. En oud-NAVO-topman Willy Klaas veroordeeld voor corruptie. Hij was de strateeg achter het succes van de Britse Labour-partij. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Dierenpark Amersfoort. Hamas maakt een gebaar en kondigt een staakt het vuur aan. Jan Veerman hoort 16 maanden tegen zich eisen voor zijn rol in de Volendamse cafébrand. De TT van Assen hangt aan een zijdedraad. Tabaksponsoring wordt verboden. RTL Nieuws. Goedenavond, het late nieuws. Het hing al dagen in de lucht. Het zoveelste sprankje hoop in het Midden-Oosten. Willem-Alexander en Maxima zijn in Moskou en gaan zo dineren met president Poetin. De ontvangst is hartelijk, maar met een gezellig etentje zijn de problemen nog niet opgelost. En verder vandaag, Filipijnen schuilen voor monsterstorm.
Het is prijsvechten op de hypotheekmarkt. En eindelijk heeft Utrecht hem, de toerstart. Dit is het nieuws van vrijdag 8 november. Goedenavond, het jaar van de vriendschap, maar dan vooral in naam. Lang niet alle kinderen gaan weer naar school, omdat zij of hun ouders bang zijn corona op te lopen. Maar het is een moeilijke beslissing. Hij heeft het zo nodig, het contact met zijn klasgenoten. En dat is het lastige. Moet ik wel, moet ik niet? Is het veilig genoeg? En verder vandaag. De landelijke invoering van de coronamelder-app wordt uitgesteld. Er zijn allerlei problemen. Burgemeesters in Amerika geven president Trump de schuld van gewelddadige protesten. En eindelijk komt het Nederlands elftal weer bij elkaar, maar zonder vaste bondscoach. Dit is het RTL Nieuws van maandag 31 augustus. Goedenavond. De schoolvakanties in het hele land zijn nu echt voorbij. Maar lang niet alle leerlingen zitten weer in de klas.